Mensen met een beperking hebben zo goed als dezelfde behoeften als mensen zonder beperking. Zo ook de seksualiteit. Het Medisch Opvoedkundig Bureau heeft gisteren in samenwerking met de Stichting Down Syndroom Suriname een lezing gehouden met als onderwerp seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking. De inleiding is verzorgd door Kenneth Slijngaard, arts bij Stichting Lobby. Slijngaard gaf aan dat als ouders het gevoel hebben dat er iets niet goed is met hun kinderen, ze op onderzoek uit moeten. Zelf de evaluatie gaan maken. Er zijn ook algemene symptomen, bijvoorbeeld je kind komt thuis en gedraagt zich anders. De stemming is anders, het gedrag is anders, dat dingen die ze hadden geleerd, zindelijkheid of wat, ineens is die functie verloren gegaan. Dat kind op bed liggen, hij maakt met het bil op en je gaat de bewegingen. Maar waar heb je dat? Waar heb je het gezien? Je moet alert zijn voor dit soort dingen. En die specifiekere signalen zoals afscheiding in de ondergoed. Je moet weten, van waar komt het? Dat meisje ruikt naar sperma. Als je de geur natuurlijk kent. Slijngaard adviseerde de ouders en verzorgers om vroeg het lichamelijk contact bij hun kinderen te stimuleren. Dat is namelijk een van de eerste voorwaarden bij de seksuele opvoeding. Na de presentatie was er een paneldiscussie. In het panel zaten vertegenwoordigers van het MOB, Sociale Zaken en Stichting Lobby. Slijngaard ging in op een vraag over voorbehoedsmiddelen. Jongeren moeten maar op het prikje. Het moet veel ruimer bekeken worden. Jongeren moeten meer toegang hebben tot anticonceptie. Ze moeten meer toegang hebben tot de informatie. Jongeren maken aanspraak tot hun 16e jaar op gezondheidszorg aangeboden door de overheid. Bij wie blijft hun kaart? Bij de ouders. Als ze iets willen hebben, moeten ze naar de ouders gaan. Die ouder gaat mee. Denk je dat de meisjes gaan zeggen van 16 jaar, maar ik ga beginnen met de pil. Geen met die kaart, laat me de pil gaan halen. Ze gaan het niet doen. Omdat die ouders het niet bespreekbaar maken. Je moet al lang van tevoren hebben gesproken over voorkomen van een ongewenste zwangerschap. En hoe ga je dat voorkomen? Door voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Denk niet dat je aan je jongeren gaat zeggen, je moet niet geen seks hebben. Ze gaan zeggen, nee, maar ik heb geen seks. Ze zijn allemaal al seksueel actief. En wanneer die ouders het ontdekken, dan rennen ze in paniek, komen ze naar Stichting Lobby. Ja, ik wil weten als ze nog maagd is. We gaan het niet doen. Tot zover Kenneth Slijngaard, inleider en arts bij Stichting Lobby. Hij sprak gisteren tijdens een paneldiscussie met als thema seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking. De activiteit is gehouden in De Mantel aan de Keizerstraat.